They said it couldn't happen, President Trump. Hij werd het. En waarom heeft hij gewonnen? Voormalig topmodel Lonneke Engel uit Eindhoven woont al sinds 2002 in New York City. Zij volgde de Amerikaanse presidentsverkiezingen afgelopen jaar intensief. En werd als een van de weinige Nederlanders een fervent fan van... President Donald J. Trump. Vanuit haar woonplaats New York legt de vrouw die op dezelfde dag jarig is als Trump uit... waarom zij wel vertrouwen heeft in de 45e president van de Verenigde Staten. Voor veel mensen kwam het als een verrassing, maar voor mij eigenlijk niet, want ik had de afgelopen maanden de tv aanstaan en keek alle bijeenkomsten van Donald Trump en die van Hillary Clinton. En daar vielen mij gewoon een aantal dingen op. Eén daarvan was dat Donald Trump gewoon veel meer mensen op de been kreeg. Het tweede was dat hij gewoon naar veel meer staten en veel meer bijeenkomsten had als Hillary Clinton. Hij is 70 jaar en hij reisde met zijn Trump Force One, zijn vliegtuig, door heel Amerika. En had soms wel bijeenkomsten in 3 staten op 1 dag. Dus ik dacht, hij heeft zoveel energie en hij wil het zo graag. Dit is, ik was heel erg onder de indruk daarvan. Wat mij eigenlijk ook opviel was dat de media andere dingen zei dan wat ik zag op tv, op die livebeelden. Zo haalden ze zinnetjes uit lezingen van hem naar boven en vertelden niet de rest. En de media was zo negatief over Trump, ze maakten hem gewoon helemaal met de grond gelijk. Dus bijvoorbeeld de New York Magazine, die vond hem gewoon een loser. New Republic, thank you Trump, met een dikke middelvinger. En The Economist, net zoals andere magazines, Hillary Clinton, America's Best Hope. Maar er is meer dan alleen tv en entertainment. Er is meer dan alleen California en New York. In het midden van Amerika, daar wonen ook veel mensen. En die voelden zich niet vertegenwoordigd de afgelopen 8 jaar in de policies van president Obama. President Trump is een nationalist. Hij is helemaal van Make America Great Again. En hij zal ook alles doen om te zorgen dat de Amerikanen... veilig zijn en beschermd. En hij wil geen oorlog, hij wil gewoon meer met mensen aan tafel. Net zoals hij in zijn vorige leven als businessman heeft gedaan. Om gewoon een deal te maken. Hij is een dealmaker. Het allerbelangrijkste wat de meeste stemmers van Trump willen, is een baan. Nou, daar heeft hij de afgelopen tijd al hard aan gewerkt. Hij is nog niet eens in office. Of hij heeft er al voor gezorgd dat bepaalde fabrieken... terugkomen naar Amerika en dus meer banen creëren hier voor Amerikanen. Hij heeft ook kosten bespaard. Hij heeft bijvoorbeeld de nieuwe Air Force One, het vliegtuig van de president. Die wordt op dit moment gemaakt. Maar Donald Trump zei via een tweet, het is te duur. En Boeing zei, oké, dan maken we hem wel goedkoper. Daarnaast is er nog een ander vliegtuig, de F-35, de Nederlandse JSF. En daar heeft hij ook al van gezegd, die is te duur en die wordt ook goedkoper. En dat is ook fijn voor Nederland, want dan hoeft Nederland ook minder te betalen. Het enige waar ik mee zit is dat hij alle energiebronnen wil aanboren. En ik heb daar een mening over dat ik vind dat we meer naar groene energie moeten. En ik denk dat het nu een kans is voor de mensen die daar ook voorstander van zijn. Om hem te laten zien dat het gewoon de beste keuze is met goede argumenten en... goede zaken. Dus er is geen hoop verloren. Mensen kunnen nog steeds werken voor hun idealen en hem laten zien dat het beste is. Dus ik heb op dit moment wel een goed gevoel erover. En ik kijk er ook met positieve gevoelens naar de komende tijd. En ik hoop dat jullie met mij gewoon eens gaan kijken wat nu die nieuwe president, wat hij ervan gaat maken. We zullen het zien. Time will tell. Bye-bye.